Yo mensen, het is gedaan met de intro's, maar de outro's die blijven nog. Welkom bij deze gloednieuwe video op Fortnite. En ja, er zijn heel wat dingen veranderd. Maar ja, eerst natuurlijk de theorie. Ja, dus seizoen 4 is aangebroken. Maar ja, iedereen dacht dat Tilted Towers wordt gestorven door de komeet. Ik hoop dat jullie nog die komeet herinneren. Maar blijkbaar sinds seizoen 4 nu is uitgekomen, is hij nu geland op onze goede vriend Dusty D. Pot. En heeft nu eigenlijk, ja, een nieuwe naampje gekregen. Die nieuwe naam, dat snap ik echt niet hoe ze eraan komen. Maar ja, die nieuwe naam is eigenlijk Dusty D. Pot. Hoe komen ze nu altijd aan die namen? Jesus. Maar ja, dat boeit me niet. Er zijn ook gewoon nieuwe plekjes uitgekomen. Er zijn nog kleinere meteorieten geland. En natuurlijk nieuwe skins, de Battle Pass en alles. Er zijn nieuwe locaties gekomen. Moosey Mire is veranderd. Tilted Towers heeft een meteorietje gekregen. Enzovoort nog allemaal. Ja, seizoen 4. Dat is heel wat verandering. Aan de map, aan de skins, de dansjes. Er zijn ook al zelfs graffiti. Je kunt gewoon iets op de muur spuiten of zo. Een x'ke, een smiley of ik weet niet wat. Nieuwe gliders, nieuwe pickaxe. Ja, eigenlijk gewoon alles veranderd. Maar ja, welkom bij deze Fortnite video. En ik hoop dat we een victory royale kunnen halen. Dus ja, ik ga er niet meer eigenlijk over zitten kletsen. Maar ja, laten we gewoon Fortnite spelen. Inderdaad. Ja, je hoort de muziek al. Voilà, hier zitten we aan Fortnite. En ja, ik heb het nog juist opgezien. Ik moet nog eens typen Battle Royale. Ja. Mijn witte screen is ook terug, zoals je ziet. Goed. Battle Royale natuurlijk. En, ja. Hopelijk hebben we succes. Want, ja, het is eens een keertje gebeurd. Nog voor seizoen 4. Ik heb eindelijk eens een keer een solo win gehad. Op de PlayStation in plaats op de GSM. Maar het is niet in een video opgenomen. Het was gewoon eens een keer gewonnen. Ja. En voilà, dit is mijn nieuwe manneke. Wat zie ik? Ik heb seizoen 4 Battle Pass. Ik heb er geen video van gemaakt, sorry. Maar ja, zie, we hebben nog dagen genoeg om naar de 100 te geraken. Ik zit al aan chair 20. En hier zijn mijn challenges. Ik moet nog hier één challenge vertooien. En dan krijg ik al deze pickaxe. En je ziet hier nog allemaal een helmpje staan, een outfit, een arm. Ik weet niet helemaal wat. Maar dat is allemaal om levels te krijgen. Dus als ik level 30 ben, krijg ik al die pickaxe. Want dat staat erop. Ja, je ziet het niet. Wacht, ik zal mijn webcam een beetje verplaatsen. Voilà. En nu staat het erop. Zie, complete only 3 challenges to earn the reward item. Dus als ik er 3 heb voltooid, krijg ik die pickaxe. Nu ik eens mijn webcam terug op normaal zetten. Voilà. Oké, en dan let's do this met de echte game. We hebben er al veel lang aan zitten zitten. En eindelijk gaan we spelen. Ik heb sniper rifle elimination. Ik vind dat manneke wel vet. Al 700 V-Bucks. Want ik heb ook nog State of World gespeeld. Ja, ik heb er maar één video van State of World geüpload. Ik weet niet. Ja, Fortnite, dat blijft sowieso op YouTube staan. Ik ga nog eens een keertje Rocket League uploaden. Maar het probleem is, ik weet niet wanneer. Maar ja. Genoeg voor al die theorie. Het is tijd voor Fortnite. En ja. Sinds seizoen 4 is uitgebracht, hè, voor degenen mensen die het nog niet weten, je kunt nu, vroeger kon je gewoon niks hakken hier van die verzamelplaats, bijna niks. Maar nu kun je echt alles hakken, je kunt die muurtjes hakken voor bouwmateriaal, je krijgt er echt bouwmateriaal voor. Je kunt die containers hakken, je kunt nu echt alles hakken, echt gewoon die bomen, die containers, de, ja, gewoon die lantaarnpalen en alles gewoon. Voilà, en hier zitten we onze bus en hier is onze Dizzy D-bot die dood is gegaan. En hier zie je dat de meteoriet op de gevangenis is geland. Hier is er ook nog een geland. En blijkbaar is Tilted Towers ook nog geraakt door een meteorietje. Maar vandaag gaan we iets doen. We gaan eens een keertje naar Dizzy D-bot. En ja, dit is mijn allereerste video van seizoen 4. Blijkbaar zijn er ook nog van die gloeiende steentjes op de plaatsen waar kometen zijn ingestort. Die geven je zo een soort van jump boost.
Die gaan we dus subiet tegenkomen, maar natuurlijk moeten we overleven. We moeten slaats overblijven. Ik wil eens een keer een victory run scoren. Wanneer ga ik eens een keertje winnen? Ook al is het nog niet lang geleden gebeurd, maar ja, in de video's ben ik nog nooit gewonnen. Dat wil ik ook wel eens meemaken. Allee, hier ligt al geen wapen, hoe? En hier ligt al geen kist. Goed zo. Allee, vooruit dan maar. Dan moet ik al even hier. En ja, zie al die groene dingen, dat zijn die jump boostjes, hè. Hier heb ik ook al niks in de containers. Ah, daar ligt een pump, dat is al goed, ik ben al gered. Maar ik ga eens even een jump boost pakken, voilà. Even zo drukken. En voilà, zie. En hoppa, nu kan ik wel makkelijk op dat ding raken. Allee, bijna makkelijk. Hoppa. Voilà, ik heb een jump boost. En oh my god, ik hoor precies iemand met een light machine geschieten. Ah, er is iemand hier in de buurt. Ah, daarover. Oh, je... Wat? Wat? Wat de... Die heeft mijn headshot geschoten? Die tank is sowieso blauw of zo. Wat is er gebeurd? Luxak, die vindt een scar. Jezus. Ik spring. Ik ben dood. Die heeft mijn headshot geraakt met een telco. Jezus. Ik ga nooit meer naar Disney Default, jong. Wat de hel was dat? Wat was dat? Jezus. Ik kan niet volgen. Allee, tweede potje. Jezus, ik heb al bijna 6 minuten aan besteed, jong. Oké, hier, zit ik weer. Ah ja, ik ga die graffiti's als die van de vuur echt zo alles pakken. Voilà, hier is een x'ke. En dan moet ik even naar de grond mikken. Hier is een x'ke. Voilà, hier is mijn x. En hier is mijn smile. GG smile. En we gaan in de bus zitten. Ja, nu krijg je al deze aflevering te zien. Dan in de bus zitten. Oké, daar gaan we weer naar de bus gaan. Zo, ik ga niet naar Disney Default. Ik ga eens naar het voetbalveld. En oh ja, er is ook een nieuwe plekje zoals je weet. Risky Rails, dat is ook een nieuw plekje. En daar is ook al een meteorietje geland. En er zijn ook nog twee nieuwe huizen. Eigenlijk, deze seizoen bestaat eigenlijk rond superhelden. Ik heb nu een superheld. Nou, hier dicht bij Snobby Shores is er een plaats van de slechterik van seizoen 4 van Fortnite. En dat is Omega. En dat is een outfit van tier 100 van de Battle Pass. En dan heb je natuurlijk ook nog een superhelde plaatsje. Dat is hier dicht bij Lonely Lodge. En dat is deze villa hier. Dat is de villa van de superhelden. Ik ben er eens langs geweest en dat ziet er echt wel nice uit. Echt waar, dat ziet er echt wel nice uit. Je moet er ook eens naartoe gaan. En nu gaan we naar het voetbalveld. Er zijn nog andere mensen. Ik denk precies van niet. Trap, dat moet ik eigenlijk niet speciaal hebben. Ik gebruik dat eigenlijk niet veel. Wel, dit gebruik ik wel. Ik ga deze blauwe pump al oppakken. Oh, een snipertje. Direct al een epische bold action. Dat is ook al oké. We beginnen met een blauwe pump en een epische bold action. Goed, de sniper, dat is al in orde. Ik wil echt, wat ik meestal in mijn loot wil hebben, is een shotgun, een soort assault rifle en een snipertje. En levensmiddelen, dat wil ik altijd sowieso al in mijn lootjes hebben. Voor de rest is eigenlijk niet meer nodig. Alleen een RPG mag er ook al wel in zitten. Oké, we gaan het voetbalveld eens eventjes bekijken. Wat kunnen we daar nog allemaal vinden? Ah, hout. Dat is een revolver. Ik pak alleen die kogeltjes mee. Ik ga wel even mijn wapen switchen. Ik hou mijn pump even voor van mijn jaar switchen. Hierboven is er een chest. Ik is de trap te maken. En zie, ik heb ook een nieuwe pickaxe. Ik vind die pickaxe echt wel gaaf. Niet van, ja, van de kracht enzovoort. Ah, een medkit en een grenade hè, voilà. Maar ik vind die pickaxe gewoon echt zo cool van stijl. Dat is echt zo een goede stijl. Ik eens de shotgun pakken. Aan die gal ligt er niks. Ligt er hier opzij. En, ah, een camera. Die heb ik precies nog niet gezien. En, ah, voilà. Hoppa. Voilà. En zo, voilà, 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 voilà. En dan moet ik ook eens open, voilà. Ah, een groene beurs. Ah, een shield potion. Dat is ook al handig. Die groene beurs moet ik eens vervangen. Ja, kijk eens. Ik zal die shield potion nemen. Ja, assault rifle. Ik ga even die groene beurs pakken. Sorry.
Voilà, we pakken even deze burst mee. Dan kun je hierin kijken. Ah, nog wat soft rifle calls, oké. Okay. En hier moet er toch ook nog wat zitten, hè? Ja, hier al niks. Ah, bouwmateriaal, dat is ook altijd goed. Zit er hier nog iets in? Helemaal niks. Wat is dit? En was er ook nog geen vendingmachine of wat? Dat ook al niet. Ah, en bandages wel, maar ja, ik heb al een medkit en ik heb al geen plaats meer. Dan nog even dat zwemmen bekijken, dat kun je ook wel soms goede loot vinden. En een kistje, is er hier een kist? Ja, er is hier een kist. Hout, dat is ook al extra handig. Dan die kogeltjes, hoppa. Even die kist openmaken, en wat zit erin? Ook een shield potion, dat is goed. Die trap pakken we ook al even op. Ik is zo snel mogelijk die shield potion drukken. En nu ben ik al zeker dat ik een goede kans heb op overleving wanneer ik iemand aanval. Want ja, ik heb 100 levens nog niet. Behalve als ik tegen iemand met een RPG moet vechten. Heb ik die kogels niet opgeraapt? Ook al heb ik die kogels geen enkel wapen waar die kogels mee werken. Ah, sniperkogels, dat is goed. En hier in die bar ligt er niks. Nog wel AR-kogels, dat is ook al wel goed. Of mijn burstje. En ja, dan heb ik alles bekeken. Ik zit juist niet in de cirkel, dus ja, laten we er maar even snel terug naar binnen gaan. Eens kijken, hoe is de cirkel? Oké, ik ga eens naar Shifty. Ik ga naar Shifty Chefs. Nog 40 mensen in leven. Ik zal een paar bouwmateriaal. Hier is zelf van die machine, een blauwe pump, die heb ik al. Wat zit er nog aan? Blauwe beurs, maar voelt me niet. En nog een. Ja, deze is ook wel stom wapen. Ik vind dat echt een stom wapen. Goed, wanneer komt mijn eerste slachtoffer is aan boord? Wanneer komt mijn eerste slachtoffer voorbij? Ah, daar is een truc. Daar kan er ook nog iets in zitten. Even rondkijken. Zit er alsjeblieft iets in? Helemaal niks. Dat is kut. Oké, en dan ga ik zo langs daar lopen. Voilà. En daar is er nog een huis. Kijk, ik hoop dat er nog niet geloot is. Ik kan niet eigenlijk eens looten. Ik ga direct die shifty. Ik wil mensen tegenkomen. Dat is nu het saaiste aan Battle Royale. Dat je extra de hele tijd zit te lopen. En ja, je zat daar gewoon te lopen, er komt niemand, maar ja. Ja, en sniperkogels, en dat, nog ja, kogels, dat is ook allemaal goed. Nog kogeltjes, ze hebben hier toch nog andere wapens zitten, nog shield potion. En ligt er geen enkel chest of wat? Ligt er nog eigenlijk iets anders boven, want je weet nooit, hè. Ja, een shield potion en niks anders. Oh my god, wat een stom huisje is dat. Als bij Shifty Chefs niemand nog geweest is, ja. Dan is dat sowieso goed. Voor degene die niet weet, bij Shifty Chefs heb je altijd ook nog twee huizen. Het is dus veranderd, nu is het deze geworden. Nu staat er hier, hier was er een broken house. En daar, dat was ongeveer nog hetzelfde. Alleen heeft hij nu ook nog een kelder. En ik denk precies dat niemand hier nog is geweest. Een Emma boxje, allemaal gratis kogels. Sniperkogels, hoppa. En hier binnen gaan we ook nog eens natuurlijk. Want er is echt serieus op niemand geweest. Oh, wacht, toch wel. Die, ja, hier is het afgebouwd en hier is een chest. Toch wel. En ja, op deze huis moet ik dan ook niet rekenen als daar iemand geweest is. Ik ga die deur open doen, voilà. En ja, ah, hier zitten nog kogeltjes in. Op de huis moet ik ook niet veel rekenen. Ja, voilà, hier is ook al een deur open. Er zijn sowieso mensen in Shifty geweest, maar ik hoop dat er nog zijn. Ik heb zin om mensen af te knallen. Kom aan, hè, mannetjes. Oké, okay. Ja, kogels. En ja, die kogels zal ik eigenlijk niet oprapen. Ik heb er al denk ik genoeg. 72 voor mij zijn genoeg. Een boxje, voilà, sniperkogels. Het meest gokken dat ik krijg zijn gewoon sniperkogels en AR-kogels. Jesus Christ. Groene vendingmachine moet ik niet hebben. Ik heb al, iets anders leuks in het groen al. En, nog iets leuks in het episch. Grijze burst moet ik niet hebben. 63 kogels. Gasten, je moet kogels oprapen. En ah, een groene AR. Ja, sorry, beurs. Oeh, een blauwe AR en een blauwe tactical. Ja, ja, zo moet ik ook doen. Dat is ook niet erg. Een blauwe AR en een blauwe tactical shotgun. Jezus, man, volgens mij hebben die mensen daar allemaal op. Ja, zo'n heavy shotgun of zo. Maar dat boeit me niet. Ik ben blij dat ze dit hebben laten liggen. Ben ik sowieso al happy. Nu ben ik sowieso al zeker dat ik mensen kan afknallen. Maar als ze pussy beginnen doen, hè? Ja, dat gaat dat natuurlijk niet. Nog een jaar met scope, ik heb al een sniper en deze moet ik ook al niet hebben. Mannetjes toch, ik verveel me. Waar zitten al die mensen?
Het is hier zo rustig. Het is niet normaal. Het is helemaal niet normaal. Het is hier zo rustig. Ziet er niemand die zo op de grond dat ik kan neersnipen of zoiets? Niemand daar ergens? Echt niemand. Jesus, wat is dit? Fortnite. Maak het eens niet zo rustig. En, hoe gaat de cirkel? Ah, oké, okay, ik ga al zeer. Dat is de juiste kant op. Ah, Flush Factory. Hé, dat komt goed uit. Ik heb een opdracht. 3 mensen te killen in Flush Factory. En als het is overleven, de cirkel blijft daar. Dan kan ik bijvoorbeeld proberen al sowieso al 3 mensen af te knallen. Dan heb ik chairs en dan kan ik zo al verder in mijn bed op vest geraken. Die staan hier opzij kijken. Ik zie echt hier niemand. Jesus Christ. Waar zitten al die mensen? Zijn die voor een stoppertje aan het spelen, of wat? Jesus. What the hell? Mankjes hoor. Ik zie een trapje bouwen, ook al is er een weg langs de deur. Ah, van wat gekost, pak ik al sowieso bij. En nog AR-kogels, Jesus. Hoeveel AR-kogels ga ik eigenlijk nog in totaal hebben? Ik ben gewoon op weg naar de 200 sniperkogels en nog van die kleintjes. Ik weet niet hoe dat nu. Ja. Die kogels zijn voor verschillende wapens gebruikt. Nog een truck die zal komen. Die pak je. Je weet nooit. Hier is nog iemand geweest en dat is ook al goed. Is er een kist? Gewoon niks. Serieus, er is hier een enkel kistje. Allee, een ammo-kistje, dat wel. AR-kogels. Allemaal bandage. Dit is juist in de bandage. Allee, op. En ook. Ah, ik hoor toch een kist. Ja, hier ook nog, ja. Ah, en een medkitje, dat is ook nog goed. Heb ik al 2 medkits. Ik hoorde die chest. Laten we zo snel mogelijk maar naar het dak gaan. Even, dat dak zijn gewoon kom maken. Heb ik al zo'n soort bouwmateriaal. Hoppa. Voilà, hier is ons chestje. En wat krijgen we uit? Een episch. Oh, sorry. Een blauwe protection sniper. Alleen die sniper kogels mee. Ik heb al een epische, oké. Okay? Een shield potion. Ik zie ook al een shield potion. Hier geen chest. Nee, oké. Okay. Elke keer meer, ik ga naar Flush Factory. We zijn hier allemaal midden in de cirkel, maar ja. Hoe gaat dit Fortnite match winnen? Het is hier wel rustig. Ik vertrouw deze niet, dit is echt rustig. Waarom ga ik zelf op de top van die berg? Oh, maar hier zijn wel mensen geweest, hè? Die komen van Flush Factory. Die mogen dat ze video helemaal terugkeren als ze nog leven. Hoe dan ook, ik ga naar Flush Factory. Serieus, wacht, wacht, wacht. Hebben ze serieus? Is die chest nu open? Of niet? Zie, ik dacht dat die chest nu open was. Ik zag ze precies niet blinken. Ik ga eigenlijk wel op muurtjes zeggen, dan moet er iemand mij langs achter aanvallen, maar ik vind dat echt irritant. Jesus. Het is echt rustig. Maar het zal eigenlijk niet lang duren. Oh, die is open. Oh, die chest is open. Die is ook qua oorlog geweest. Sowieso. En nu zit ik hier. Met al die wc's. Factory. Stilstaande fabriek. Verlaten fabriek. Afgebroken fabriek. Even wassen. Oké, okay, niemand. Oké, okay, er ligt gewoon niks. Ik weet niet of er iemand binnen is geweest ofzo. Maar ze hebben sowieso die Emma-box hier open gemaakt. Voilà, snijperkogels, voilà, nog een ammo-boxje. Waarom laten ze een ammo-box toe? Kogels zijn belangrijk. Ah, raketten nog eens. Goed. Nu is de vraag, wanneer komt er een mens? Wanneer ga ik een tegenstander? Nog 11 mensen in leven. Ik heb niemand tegengekomen. Zo kun je wel makkelijk winnen, hoor. Bijvoorbeeld, je hebt gewonnen in maar 1 kill. Zo gaat het allemaal wel makkelijker. Maar dat is mijn schuld niet, dan, hè, wanneer ik een kill heb, hè, als ik win. Ah, nee. Ik weet niet waar al die mensen zitten. Krijg ik ze er niet op? Oh, oké, okay, toch wel. Oké, okay, daar is ook eens op een stukje oog zitten, maar ik ook al oppassen. Ik moet even... Oh, er zit gewoon nog iemand te campen, jong. Er zit gewoon fucking iemand te campen. Kom naar beneden. Kom naar beneden en vecht als een man. Kom naar beneden. Hij is beneden, hè.
is die kast? Ah, daar. Nee, doe me niet aan betant, hè. Doe niet aan betant, hè. Mis, jong. Oh, nee, nee, nee. Waarom heb ik mijn pickaxe vast? Hop. Nee, nee. 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 Irritant, mens. Ik heb 8 HP, dat meent je niet. En 1 schild, serieus. Waar is die gast uit al? Daar. Hoppa. Ja! Oh, jongens. What the hell? Ik kill gewoon iemand. Die had een heavy. What the? Oh my god. Jesus, hoeveel levens had ik nog? Zal ik nog een medkit heb? Jesus Christ, jong. Why heb ik geluk? Oh my god. What the hell? Ja, soms begin ik een raarstemmetje te krijgen. Goed, waar is mijn volgende slachtoffer? Dit cirkel is toch altijd mijn Flash Factory? Jesus Christ, jong. Oké, ik ga hier even zo op dat beestje geraken. En, want ja, ik heb ook al een sniper. Jesus Christ, dit moet een goeie potje worden. Dit moet een goeie potje worden. Wanneer valt mijn volgende slachtoffer? Cirkel, blijf alsjeblieft in Flash Factory. Nog 8 mensen in leven. Maar Jesus Christ, ik heb echt chance. Want je maar 1 schild. What the hell? Oh my god, jong. Als ik nu win, hè. Ik ga keihard blij zijn ten eerste. En dan maak ik ook eens een win in een videootje. Dat zou ook wel nice zijn. Zat er iemand op die trap? Oké, ik dacht, ik zag toch iets zwart. Kom aan, hè. Waar zitten al die mensen? Waar zitten al die mensen? Laat me weten. Ik ga wel, dat hier afbreken. En ja, waarschijnlijk zie je afvragen waarom ik die heavy niet heb gepakt. Ik vind het tactical wel veel beter. En zeg je, oh ja, er is beweging. Ja, daar is iemand, dat weet ik al. Dat is al 1 en nu nog 6 ander. Oh, daar is een drop. Oh, ik kan iemand in de val lokken. Als iemand bijvoorbeeld naar die drop gaat. Als iemand bijvoorbeeld naar die drop gaat, kan ik hem neersnijpen. Oh, daar is iemand. Wacht, blijft hij bij die trap? Nee, about. Wacht, blijft hij stilstaan? Wacht, allee, blijf stilstaan. Op wat is hij te schieten? Oh nee, hij wordt geschoten. Oh wacht, ja. Laat u nog eens zien. Oh nee, er is iemand zo van onder. Oké, laat ze die oorlog maar verder uitvoeren. Ondertussen ga ik opletten. Mocht er iemand in die erop komt. En cirkel, blijf alsjeblieft hier. Blijf alsjeblieft hier. Blijf bij mij. Oh, juist niet. Juist niet. Ik moet meer naar daar. Shit. Ah, iemand is dat doorgegaan. Nog 6 mensen in leven. Kom aan, manneke. Ik kan het. Goed, man. Hey, nee, ik maak fails. Nee, niet doodgaan, Jochen. Nee, die heeft die heavy gepakt. Waar zit hem nu? Nee. Waar zit hij? Ja, kom aan. Nee, ik moet die loaden. Nee, waar zit hij? Shit, mijn beeld. Nee, maar ja. Joepie. Ik heb chance. Ik heb chance. Wow, ik heb chance en minishots. Oké, dat is ook goed. Ik kan zoiets als shit of drie keer mijn medkit gebruiken. Ah, ik kan 50 shit krijgen. Jesus Christ. Oké, even snel. Oh shit, ik heb nog maar 1 kogel. Baksteen, oké. En even zo snel mogelijk mijn shotgun reloaden. Jesus, en nu snel mogelijk mijn medkitje vullen. What the hell? Jesus, jong. Dit moet een goed potje worden. Dit moet een goed potje worden. Kom aan, hè. Ik kan het. In goede concentratie. Hoe raak ik eigenlijk wat dicht bij mijn fort? Er is nog iemand. Ik hoor iemand. What the? Ik word gesniped. Wat de? Wat? Wat de? Nee! Come on! Vierde! En waar kwam die gast vandaan? Jesus, jong. Maak dat eens duidelijker. Wat dan, jong. Ja, mensen. Dat was het einde van deze lange Fortnite video. Ik kon eens winnen, maar Jesus, jong. Laat een like als je het leuk vond hier beneden. En abonneer op mijn kanaal. Gratis op de hoogte blijven van de nieuwe video's. En ik kan maar één ding zeggen. Peace out met JD. En tot de volgende video. Ciao.